Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Extreme Surf. Vandaag gaan we iets heel leuks doen en dat is allemaal drone challenges. En ongeveer een jaar geleden ging ik leren hoe ik met drone kon vliegen. En nu gaan we allemaal challenges mee doen. We gaan zieke dingen doen door gebouwen heen en dat soort dingen. Dus ik zeg veel plezier met het kijken van de video. Nou, we hebben de spots gevonden. Hier bij Beelden aan Zee is een perfecte locatie om met de drone te gaan vliegen. Dus dat gaan we als eerst doen. En we beginnen, zoals de vorige video ook, met de Tello. Dat is een kleine oefendroontje. Ja. En dan later gaan we over naar de grote drone, de DJI Mavic Mini. Maar eerst gaan we even oefenen met de Tello. Ik ga proberen een looping te maken. Het wordt best wel sick. En het is een perfect oefenterrein, dus laten we zo snel mogelijk beginnen. We gaan beginnen. We gaan even opstijgen. Even kijken. Non-official battery warning. Oké, daar ligt hij. We gaan beginnen met de DJI Mavic Mini. Perfect oefenterrein. We gaan daar sowieso doorheen. Dan gaan we daar ook onderdoor. En dan hebben we daar nog trappen. Gaan we ook vanaf. Dit wordt echt super sick. En eerst even de DJI Mavic Mini uitpakken. Oké, wat ga je als eerst doen? Nou ja, kijk, eerst ga ik daar doorheen vliegen. Door die arm daar. Dan ga ik daar ergens doorheen vliegen. En daar is nog een mooie plekje om langs te vliegen. Dus ga ik allemaal in één shot doen. Maar nu ga ik even oefenen, zodat het even muscle memory wordt. En dan vanaf daar ga ik gewoon mooie shots maken. Ja, perfect. Dus stijg maar op. Daar is hij hoor. Daar is die. Mooi ding. Mooi. Perfect. Dan gaan we beginnen. Ik heb nog zin in medic mode. Oké. En daar gaat hij doorheen. Kijk eens. Ja, lekker. Is dat moeilijk of lukt nee, dat aardig? Oké, perfect. Oké, wat wordt het tweede ding? Oké. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Daarmee. Ja. Ja, lekker. Lekker. Mooi. Die was zo mooi. Hoe gaan we hem dan doen? Gaan we beginnen? Nee, ik ga sowieso allemaal door. Ja, boven is te moeilijk. Veel te moeilijk. Oké, dan gaan we bij de trappen. Ja. Ik zeg, we doen hem daar boven. Ga je naar beneden vliegen. En dan gaan we verder naar die beelden. Ja, mooi. Ja, perfect. Ja, top. Lekker. Oké, laten we hem gewoon in één keer doen. Ja. We beginnen bij de trap, hè. Dus de beelden gaan jullie dan op dit moment nu zien. Hey. Oh, perfecto, lekker. Ik zeg, laat de drone weer terugvliegen en dan... Yes. We hebben een nieuw parcours bedacht. We gaan door die giraf heen. Dan gaat Roman helemaal naar het koerhuis en dan langs die vlag. Dat wordt echt heel sick. Dus dat gaan we nu even snel doen. Oké, perfect. Ja. Hij gaat daar naar achter. Okay. En dan... Je doet een P-mode. Ja. In een wat snellere modus gaan we nu. Oh nee, dat is heel... Oké,
En dan komt die sportmotor aan. Mooi, sick. Oké, head landing. Prachtig. Oké, we zijn nu op deze plek aangekomen. We willen alsmaar door rechtdoor. We zijn heel erg bang dat we de signal verliezen. Dus we gaan eerst kijken hoe goed de signal is. En hopen dat dat niet metaal is, maar steen. Dus laten we beginnen. Oh, dat is zo'n slecht idee, Rutger. Okay, ready? Oké. Gaan we gaan doen, Rut? Ja, ready. Oké, 3, 2, 1, go! Oké, ik ga naar het midden, Oké. Signal slecht. Nee, oké. Stop maar. No GPS. Signal weak. Ik ga naar links. Ik ga eruit. Ik ga even kijken. Oh. En? Ik heb eruit. Oké, hij is eruit. Dit was... We hebben hem op tijd gekregen, dus ja, dit moet... Daar. Ja. Oké. Dit hadden we... Ah. Nou, dan ga ik maar terug, hè. Oh, de spanning even. Ik dacht echt even dat hij tegen het plafond aan naar beneden ging. Maar we weten dus, het signal is te slecht om er helemaal uit te gaan. Maar we hebben wel een stukje gedaan, dus dat is al goed. Nee, maar denk je als we verder waren gegaan, dat de drone dan gewoon helemaal kapot was gegaan? Ik denk het echt wel, gast. Want... Kijk, ik bedoel, op een bepaald moment had ik gewoon geen signal meer in de tunnel. Dus ik deed gewoon vol hard de knuppel naar links en de knuppel omhoog. Dus ik ging zeg maar schuin omhoog, maar toen kwam ik echt zeg maar zo vlak bij de paal. Nee. Dit is echt, ik ben blij dat het goed is gegaan. We gaan door naar het volgende shot, dat wordt ook super sick. Oké, nieuwe dag en nieuwe kansen. We staan weer op een hele mooie locatie. Hier hebben we ook geklommen. Het is een prachtig dagje. Lekkere zon. Dus we gaan zo snel mogelijk weer vliegen. En hele mooie shots maken hopelijk. Dus start de drone maar op. Okay. Motors worden al aangezet. Let's go. Mooi, daar gaat hij. De drone. Oh man. Oh, al die duiven. Oh shit. Wat? Ja. Ga ik maar. Ja. Daar gaan we. Hij komt eraan. Zou ik hem daar filmen? Ja. Ik zelf was klaar. Robin is hem aan het besturen. En daar gaat hij er doorheen. Door de haven. Dat gaat er lijp uitzien. Holy shit. Signal slecht. En omhoog. Ja. Ja, daar komt hij weer. En er doorheen. Prachtig. Mooi. Heel mooi shot. Dan ga ik nu terug. Ja. We zijn bij een nieuwe locatie aangekomen. Ja. Een fantastische locatie, prachtig het strand met hele mooie golven. Het is een hele mooie dag en het is ook mooi om drone te gaan vliegen. Dus geniet van de shot straks, het worden hele mooie shots en we gaan voor challenge naar de boei vliegen. Laten wij zo snel mogelijk gaan vliegen. Right. Oké, we staan klaar. Kijk hoe mooi. Daar de kust en we gaan nu... De motor staat aan. En here we go. Op naar de boei, dat is de challenge. Gaat hoger.
ben benieuwd hoe ver die gaat met de signal. Hij gaat goed hoor nog. Oké, hij gaat goed. Ik ben op 500 meter. Zo, die pakt hij even lekker. En we gaan nu weer terug. Het was een beetje met weak signal, maar uiteindelijk is het gelukt. Dus hij staat erop. Perfect. Nou, dit was de video dan alweer. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. We zijn met Extreme Surf ook een beetje bezig met betere kwaliteit. Dus niet elke zondag een video, maar verschillende video's met echt goede kwaliteit. Laat in de comments weten wat we nog meer moeten doen met de drone. En ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. Doe als jullie het leuk vonden een blauw duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk op het YouTube kanaal Extreme Surf. We hebben bijna de 1000 abonnees. Het zou super tof zijn. En er komen nog een paar hele toffe video's aan het eind van het jaar. Ik ga er niet veel meer over zeggen. Maar dat wordt denk ik wel heel tof als YouTube ze niet gaat verwijderen. Maar dan zeg ik maar tot de volgende video.